Closer TV is op pad en gaan alle wagens belangs en natuurlijk ook bij Fun Fun. Robert, vertel eens even, we zien natuurlijk nu niet zo heel veel van de wagen, maar wat kunnen we dit jaar verwachten van Fun Fun? Nou, we kunnen voornamelijk een mooie theatrale wagen verwachten, waarmee wij hopelijk weer een groot deel van het publiek aangespreken. En theatraal betekent dat dan dat we overstolpen worden door mensen met figuratie en dat soort zaken? Of, Nee, theatraal eigenlijk in de breedste zin van het woord. Vorig jaar was het toen wat meer ingetogen, hè, was het wat meer een conceptuele wagen. En dit jaar is het een stukje figuratie, een stukje kleur, theater wat je gaat zien. Dus het is echt een totaal andere wagen dan wat we vorig jaar gezien? Ja, totaal. Helemaal de andere kant op. En we hebben net al even rondgekeken, best wel veel mensen dit jaar bij de wagen op dit moment, of niet? Ja, klopt. Dit jaar mogen we echt niet klagen qua opkomst. Het is echt super als je ziet en vooral heel veel jeugd die echt de schouders onder dit project heeft gezet. Dat is wel fantastisch om te zien. Nou, dat is wel mooi, hè? Jullie beschouwen dit echt als een project, hè? Ja, dat is het ook. Iedereen heeft zijn eigen taken, zijn verantwoordelijkheden. Maar goed, met z'n allen zet je wel de schouders eronder. En als je ziet dat ook vooral de jeugd nu echt zoveel toevoegt, dat is fantastisch. Je bent natuurlijk zelf ook een van de ontwerpers, Robert, maar ik vraag me eens even af. Kun je ons een beetje meenemen in het idee van hoe kom je nou bij het idee als dit? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag om zomaar te beantwoorden. Het is een creatief proces en eigenlijk begin je gewoon met sparren met elkaar. Je gaat met elkaar over hebben, ideeën spuien, er blijven dingen hangen. Van de 20 ideeën schiet je er 19 af en al praten, dan kom je dan vaak verder. Ja, want het is natuurlijk qua vorm en zo, wat we zien, is het best wel een bijzondere wagen. Ja, klopt. Maar waar je altijd mee begint is het concept. En als je dat duidelijk hebt, is stap 2 de vormgeving. Hoe ga je hem vormgeven? Welke vorm en taal ga je gebruiken? Zo ga je hem opbouwen. En dan kom je inderdaad tot dit soort wat theatrale vormen. En ben je tot nu toe tevreden met wat je tot nu toe gezien hebt? We moeten natuurlijk kijken hoe die straks in de bloemen eruit ziet, maar tot nu toe? Tot nu toe ben ik tevreden, ja hoor. Als ik zie de inzet van iedereen en hoe het eruit komt, is het hartstikke goed. Dus Fun Fun doet dit jaar weer gewoon mee in de top 3? Dat weet ik niet. Fun Fun probeert gewoon weer een mooie wagen te bouwen. Dankjewel.